firma Prestige W in de derde en Pablo Vitesse in de negende. Dat zijn voor mij de uitgelezen winnaars. Zeg, zou je dat nou wel doen? Prestige W, die kwam 2 weken terug helemaal in het achterveld binnen. En sindsdien heeft ze een lelijk hoesje opgelopen, heb ik gehoord. Stad 12 tegen 1. Ik heb hem vorige week nog zien trainen en toen liep ze zijn tiet. Ik houd de Prestige W. Wat jij wil. Ik doe Black Power in de derde, kan niet missen. Zeg, speel je nog mee met de verkeerslotto? Dat is mij de vorige keer helemaal niet goed bevallen. Ik had alles goed, maar tot op heden heb ik dus nog niks uitgekeerd gekregen. Je had ook alleen het aantal botsingen goed, hè? Ja, 33. Dat klopt, maar er waren 13 dodelijke slachtoffers. 12. Nee, die vrachtwagenchauffeur van die kettingbotsing in Roosendaal, die is onderweg naar het ziekenhuis overleden. Ja, maar het ziekenhuis ligt dus in België. En we hadden het over Nederland, dacht ik. Ik geef toe, het is een grensgeval. Maar regels zijn regels, hè? Deze week sla ik maar even over, Kareltje. Ik vind de reglement een beetje vaag. Hé, hey, sorry, kan ik jou even spreken? Ja, natuurlijk, Leon. Hé, hey, sorry, jij bewoont tegenwoordig toch zo'n groot huis in Sunnedam? Het is inderdaad een aardig optrek, Jan. Alleen de buurt is een beetje koude kak, hè? Lekker rustig, toch? Soms een tikkeltje te rustig, hè, naar mijn smaak. Ja, ik zit met een probleempje. Ja, als Johnny ergens mee kan helpen, dan... Ik zoek onderdak. Ben je nou alweer het huis uitgelazerd? Je kiest ook altijd de verkeerde wijf. Nou, maar het is niet voor mezelf. Nou, voor wie dan? Voor een kennis hiervan. Ah, een kennis? Oh, wacht even. Daar heb ik hele slechte ervaringen mee. Hè? Het is maar voor 1 nacht, man. Hij moet even onderdak, doordat de kus weer een beetje veilig is. En waarom neem je hem zelf niet? Ik zou niet weten waar ik hem zou moeten laten. Bovendien, bij mij komt de politie altijd als eerste kijken. En voor wat zoeken ze? Nou, zoeken, dat is een groot woord. Laten we het zo zeggen dat ze het wel prettig zouden vinden als ze hem even zouden kunnen spreken. Wat heeft hij gedaan? Het kruimelwerk, ik weet het niet precies. Het is een hele kleine jongen. Totaal ongevaarlijk. Je zult er absoluut geen last van hebben. Ja, dat zei je de vorige keer ook van die zakkenroller. Maar die werd toch mooi 8 jaar koud gezet wegens overvallen met geweld. Ho, ho, ho. Maar dat wist ik niet, Johnny. Ik zweer het je. Luister, Leo. Het laatste wat ik kan gebruiken is politie over de vloer. Ik zit nog steeds met dat partijtje heilige beelden in de kelder. Ben je die nog steeds niet fijn? Nee, die markt is totaal ingestort. En die Polen, die Oost-Duitsers, die fysieken die markt totaal met dat spul. Die bieden hele kerken te kopen aan. Ja, man. Deze zal je geen last hebben, Johnny. Ik zweer het je. Bij die buurt waar jij woont, dit is wel de laatste plek waar ze gaan zoeken. En dat wil ik graag zo houden, Leo. Dat bevalt me wel, die rust. Johnny, ik heb jou zo vaak gematcht, man. Leo, ik zou je heel graag willen helpen. He, en 1 nacht er is nog wel overheen te komen. Maar ik ben bang dat mijn moeder de grote dwarsligger is. He, die wil voor geen goud meer logees over de vloer. Maar dit hoeft ze toch niet te weten, Johnny? Hoe bedoel je? Nou, je kan het toch ook stiekem doen? Jij bedoelt dat ik zonder dat mijn moeder het weet iemand in huis verberg? Dat moet toch wel lukken op zolder of in de kelder? Het huis is groot genoeg, heb ik gehoord. Maar jij denkt toch niet dat ik het vertrouwen van mijn bloedeigen moeder ga beschamen? Dat ik iets ga doen waarvan ik weet dat zij dat absoluut niet wil? Er bestaat toch nog zoiets als onderling respect? Dat is een groot goed, Leo. Vooral binnen je eigen familie. Die belazen je niet. Ja, als je er zo over denkt, dan is er niks aan te doen, hè? Zal ik iemand anders moeten zoeken? Jammer van die 5 ruggen. Welke 5 ruggen? Nou, die je ervoor zou krijgen, Johnny. 5 ruggen? Voor het opbergen van een gozer voor 1 nacht? Nou, een kleine onkostenvergoeding. Leo, de onderlinge familiebanden waren de laatste tijd toch al niet zo sterk. Ik denk dat ik wel iets kan regelen. Godver, ben ik moe. Nou, ik denk dat ik maar eens naar beneden ga. Zo moe ben ik. Ja, ik ga ook. Ik heb het wel gezien. Wat rust, iedereen. Dag, maar. Dag, Maarten. Maar jij, Kees, ik val om voor een slaap. Ja, ik ben ook doodmoe. Nou, wat denken we ervan? Waarvan? Dat we naar bed gaan. Het is morgen weer vroegdag. Wat is er morgen dan? Een nieuwe dag, Kees. Dan moeten we wel weer even fris voor klaarstaan. Hé, ma? We hebben onze nachtrust hard nodig. Wat je zegt, jongen. Nou, zullen we dan maar? Goed, jongen. Even die film afkijken. De film afkijken? Die duurt nog zeker 1 uur. Ik wil die film ook wel even afkijken. Jij bent toch doodmoe, dacht ik. Ik wil wel weten hoe die afloopt. Nou, als jullie je gezondheid op het spel willen zetten vanwege een stelletje schiet in de spleetogen, moet je zelf maar weten. Maar Johnny is hard toe aan zijn schoonheidsslaap.
dan? Wat is er? De tv valt uit. Wat zullen we nou krijgen? Het was niet zo spannend. Ja, dat zul je altijd zien, hè? Dan zit je net lekker te kijken. Hebben wij dat weer? God van de god, hoe kan het nou opeens? Weet het niet, misschien is de antenne omgewaaid. Ik zal er morgen even naar kijken. Morgen? Kun je dat nou niet doen? Hé, hey Kees, deze jongen is moe. Jij zou niet willen dat ik vanwege oververmoeidheid van het daklazer en mijn hele leven lang invalide blijf. Dat zou je niet op je geweten willen hebben. Nee, dat dacht ik ook. Nou, dan ga ik ook maar naar bed. Op mijn tv is er niks aan. Het is toch helemaal niet erg om er eens vroeg in te liggen? Hé? Het is pas 2:30. En voor jou kan het helemaal geen kwaad. Jij moet er nog voor groeien. Hier, als je niet in slaap kan komen. Welterusten, ma. Welterusten, jongen. En kijk morgen even naar die tv, hè? Tuurlijk, ma. Rusten, Kees. Verstandig 2 uur te wachten. Ik krijg ze in het bed niet in. Dit is Vittorio. Vittorio? Ja, het is niet om jou. Hoe maakt u het? Hé, dat had je mij niet gezegd. Dat het een Italiaan zou zijn. Wat maakt het nou aan? Maakt het nou aan? Hij ziet eruit als een mafioso. Alleen maar autokraakjes en zakkenrollerij. Oh ja. Sfeertje. Ja. Nou, verraad hem maar, omdat je zo'n eerlijk gezicht hebt. Hé, wees een beetje voorzichtig met hem. Italianen zijn gevoelige mensen. En bedankt, hè, John. Bella casa, hè? Waar is mijn kaart? Wat moet dat? Wie is daar? Ik ben het, ma. Wat doe je daar in het donker? Ik maak even een boterham met je ma, anders kan ik niet slapen. Ik dacht dat ik stemmen hoorde. Ja, ik stond even in mijn eigen te overleggen wat ik erop zou smeren. Voor mijn part smeer je de groene zeep op. Als je maar zachtjes doet, ik wil slapen. Neem me niet kwalijk, ma. Dat doen we mater, hè? Het is mijn moeder. Ja. Stil, hè? Stil. Si. Silencio, hè? Mijn kamer? Si. Maria, hè? Sei cattolico, hè? Ja, heel katholiek. Ja. Jij hier slapen. Maffe. Maffe, sì, grazie, hè? En hier blijven, niet naar boven. En geen lawaai. Silenzio. Silenzio. Mijn madre. Sì, capito, Johnny, grazie. Oké, slaap ze. Sì. A domani, Johnny. Wat ben jij vroeg? Ja, ik dacht ik sta eens vroeg op. Hè? Het is een zonde van je dag dat uitslapen. Ben je ziek? Ben je meteen ziek als je een dag vroeg opstaat? Nee, maar het is niets voor jou. Psst. Vittorio, ik ben het, Johnny. Ik heb ontbijt. Vittorio, hoe zit je? Wat zullen we nou krijgen, zeg? Waar zit die Italiaanse eikel?
sole mio, stan fronte a te. Oh, sole mio, stan fronte a te. Sorry, een kerel in bad. Rustig, Kees, rustig. Rustig, ik ken die man. Dat is een kennis van me. Maar waarom moet hij in bad? Ik zal het je allemaal uitleggen. Wat is dat voor een klerenherrie? Kan een mens tegenwoordig niet eens meer fatsoenlijk uitmaffen? Monica Puccino. Bella, goedemorgen, ma. Lekker geslapen. Wat is dat allemaal voor klerenherrie? Herrie, ik ben gewoon een beetje aan het zingen voor mijn eigen. En sinds wanneer ga jij door de week in bad? Dat is de invloed van de buurt, maar je wilt toch een beetje netjes voor de dag komen, niet waar, Kees? Nou, dat zo niet. Maar laat het zingen als het even kan achterwege, ja. Maar wat moet die vent hier, Johnny? Die meneer heeft een nachtje bij ons gelogeerd en die gaat vanavond weer weg. En daar worden wij rijkelijk voor beloond, Kees, dus moet je dicht. Ik dacht niet dat de badkamer in het arrangement was inbegrepen, Vittorio. No bad. Nou, wat, maar waar iedereen aan, niet altijd zeer schoon. Ja, altijd zeer schoon, hè? En zeer dom. Ik had je gezegd dat je in de kelder moest blijven. Je kan je reet niet keren of ze gaan aan de wandel. Het spijt me, Johnny. Ik wil niet last zijn, hè? Nou, ga je dan maar afdrogen, hè? En je weet het, hè? Vandaag de kelder niet meer uit. Zie, Johnny. Capito, capito. Hoe lang blijft die gozer dan nog? Maak je daar geen zorgen, alleen vandaag nog. Hij gaat straks weer weg. Maar kon hij die Italiaanse kranten dan straks zelf niet halen? Ja, natuurlijk kon hij dat, Kees. Maar die man die zit al de hele middag moedertje ziel alleen in de kelder. Die wil ook wel eens een facetje, hè? Iets lezen. Anders gaat hij uit pure verveling weer een beetje het huis verkennen. Nou, als Ma iets merkt, dan zijn we mooi de sigaar. Dan ben je nog niet jarig. Die merkt niks. En vanavond is die spaghettivreter weer verdwenen en dan zijn wij mooi vijf ruggen rijden. Stop die krant even weg. Het is een beetje verdacht als jij Italiaanse kranten leest. Ga jij hem even zijn lectuur brengen? Hebben we vanmiddag tenminste geen last meer van hem. Hier, heb je wat te lezen? Zo, Ma is lekker bezig. Wat koopt ze? Dat is Ma niet. Dat is de Italiaanse vriend van je. Italiaanse vriend? Oh, shit. Wat krijgen we nou? Hey, Johnny, finalmente. Hoe gaat het met jou? Uitstekend, dank je. Lange tijd ik jou niet gezien, hè? Maar jij mij niet gezegd. La tua madre si bellissima. Hè? Bellissima. Dat betekent mooi, hij vindt me mooi. Dat weet ik ook wel. Si, mijn madre erg bellissimo. Die Vittorio van jou kan heel goed koken. Maar waarom heb je me niet gezegd dat hij vandaag zal langskomen? Ja, die Vittorio die zit altijd vol met verrassingen. Ja, dat heb je met die Italianen, hè? Johnny! Hé, Casey, mijn goede vriend. Wist jij nou ook al dat hij hier vandaag zal langskomen? Ja, al een hele tijd. Niemand vertelt mij hier ooit iets. Als ik het had geweten, had ik toch wel wat anders aangetrokken. Ik kan lekker koken voor al mijn vrienden, hè? Hé, hey, Johnny. Wil jij een glas vino? Hele goede vino? Vino. Nee, dank je. Wij drinken altijd bier. Hoe komen wij aan die wijn? Heb ik speciaal gehaald. Nou, jij slooft je eigen uit. Hij is helemaal komen lift uit Italië. Hij is 5 dagen onderweg geweest. Doe maar. Wat heb je daar nou? Italiaanse kranten voor Vittorio hebben we even gehaald. Grazie, meggiornali. Nou, kan jullie nou maar rustig zitten? Vittorio koken vanavond.
Ja, gaan jullie nou even rustig zitten? Laat ons maar even samen kokerellen. Volgens mij kan Vittorio hele mooie dingen klaarmaken. Blijft die eikel nou ook al eten? Het is de laatste keer dat ik die Leo een plezier doe. Voor je het weet zit je met een Italiaans restaurant. Is die getrouwd? Vittorio? Ja, die heeft een hele mooie vrouw en 8 bloedjes voor kinderen. Dus blijf jij maar lekker lezen in je blad. Maar ik vraag het alleen maar. En kijk er die tv na, hij doet het nog steeds niet. Ik begrijp niet waarom Johnny mij niet veel eerder over jou verteld heeft. Ik heb in tijden niet zo gelachen. Johnny is een goede vriend. Hier, drink nog eens wat. Er zit nog een restje in. Is je vrouw ook hier? Welke vrouw? Ben jij getrouwd? Ik heb getrouwd, wie dat gezegd. Johnny, hij zei dat je 8 kinderen had. Ik ben niet getrouwd. Johnny maakt grapje. Ik waak het op. Juist, de vrouw. Salute. Lute. Hoe lang blijft die gozer nummer? Ik begrijp niet waar die Leo blijft. Die had al lang hier moeten zijn. Ik kan wel met hem lachen, hoor. Maat trouwens ook. Die komt af en toe niet meer bij. Dat verhaal dat jij van je scooter afdonderde zo trafijn in. Ik wist trouwens helemaal niet dat jij in Italië was geweest. Dat ben ik ook nooit, Kees. Maar jullie elkaar daar nog ontmoet? Ik ken die gozer pas sinds gisteravond. Hij zuigt alles uit die Italiaanse duim van hem. Ik dacht dat je dat nou onderhand wel begrepen had. Oh ja, weet je het zeker? Hij kent jou al jaren. Nou, het is in ieder geval meegenomen dat Ma geen problemen maakt. Maar ik zal toch blij zijn als we die gast kwijt zijn. Je bent toch een deel van je privacy kwijt, hè? Ja, dat hou je, hè. Jongens, afruimen. Kindert, straks niet. We zitten te kijken. Schiet op, etter, bakken, laat je handen eens wapperen. Mama, allora te la mia canzone vola. Hier volgt een politiebericht. In de nacht van vrijdag op zaterdag 15 mei omstreden is uit het huis van bewaring uitgebroken de levensgevaarlijke crimineel Vittorio Berlusconi. Oh shit. Het signalement van de voortvluchtige luidt. Normaal postuur, donker haar, een klein snorretje en een opvallende gouden voortand. De ontsnapte heeft de Italiaanse nationaliteit en spreekt gebrekkig Nederlands. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Vittorio Berlusconi zat een gevangenisstraf van 12 jaar uit. Wegens gewapende overvallen. Dacht ik het niet, het is een zware crimineel. Zware crimineel. Hij wordt beschouwd als zeer vuurgevaarlijk. Vittorio. De politie vermoedt dat hij ergens in Nederland is ondergedoken. En ieder die inlichtingen heeft of informatie kan verstrekken op... Zijn een mama hier, joh. Sinds wanneer laten wij onze gasten afwassen? Ik kan jouw moeder helpen. Jij hebt al meer dan genoeg gedaan. Laat hem nou. Als hij nou even wil afwassen, dan vindt hij gezellig. Hier in Holland mannen niet in keuken. Capito? Wat een flauwekul. Laat hem nou maar afwassen, meneer Vittorio. Is een lekker zo. Hij moet trouwens hoognodig weg. Hij heeft een hele belangrijke afspraak die hij absoluut niet mag missen. Zo laat nog? Wat voor afspraak? Met een dame. Wat voor dame? Zeker uw vrouw? Nee, ik heb geen afspraak, hoor. Niet vanavond. Jawel, Vittorio. Je hebt me nog zo gevraagd je eraan te helpen herinneren. Hé, Kees? Ja, absoluut, ja. Zo, Vittorio. En nu lekker soppen. Ik heb afspraak afgezegd. Heel goed, het is toch al veel te laat. Ik weet, alle afscheid is moeilijk. Ik vond het erg leuk om je na 8 jaar weer te zien. He, we hebben nog zoveel herinneringen op te halen. Maar ik begrijp dat je nou weer verder moet. Helaas. Maar je kan hem toch niet zomaar op straat zetten? Dat kun je niet maken, Johnny. Maar ik zou niet weten waarom niet. Je hebt 5 van je kerels zomaar de straat op geschopt. Ja, dat lag anders, dat waren jullie vaders. Hij is helemaal uit Italië gekomen. Ja, met behulp van wat aan elkaar geknoopte lakens.
Johnny, ik jou niet willen dat laatst zijn, hè. Als jij wil, ik ga, ik ga. Ik vind wel ergens een plek om te maffen, hè. Onder brug of in een park. Lijkt me een prima idee. Niks ervan, jij kan best hier blijven vanavond. Hier blijven wel, nee, maar Vittorio wil ons niet tot last zijn. En hij vindt het leuk om te slapen onder de brug of in het park. Het huis is groot genoeg. Hij kan slapen op de bank. Op de bank? Of in jouw bed, als je dat liever wil. Ja, niks in mijn bed. Dan wordt het de bank. En ik wil er ook verder niks meer over horen. Wat bedoel je nog één nacht, Leo? Die man is een zware crimineel. Het hele landelijke politieapparaat zit achter zijn reet aan. Ga me dan niet vertellen dat je van niks wist. Je hebt me er gewoon ingeluisterd. Rustig, jongen. Rustig maar. Wat nou, het valt wel mee. Volgens mij overdreven ze helemaal niet. Ja, jij hebt makkelijk praten. Nou, nog één nachtje dan. Langer wil ik hem echt niet in huis hebben. Zo, en nu lekker slapen. Ik ga naar boven. Si buonanotte, bella donna. Wat klinkt dat Italiaans mooi. Ik word er niet nat van. Eén nachtje dan nog, hè, Vittorio. En daarna wegwezen. Si, Johnny, ik wil geen problemen, hè. Jij mijn goede vriend. Je weet wat ik gezegd heb, hè? Zie, capito, capito, Johnny. Nou, even niet, ouwe. Straks mag je piezen. Ik zie die gozer nergens. In de kelder? Nee. De badkamer? Ook niet. Kees, nou, die keek heel chagrijnig. Nou, hier is hij ook niet. Die is hem gesmeerd. Hé, hey, opgeruimd staat netjes. Hij begreep natuurlijk precies dat ik hem door had en dat hij met de vlodder niet te spotten valt. Eigenlijk zijn die mafiozo's ontiegelijke scheidlaarzen. Waar is Vittorio? Die is terug naar Italië, mag ik hopen. En hij heeft niet eens gedag gezegd. Nou, zo zijn de Italianen, hè? Manieren, Homer. Was hij echt zo gevaarlijk? Die gasten leggen hun bloed eigen moeder om, net zo makkelijk. Waar is Ma eigenlijk? Heb jij Ma gezien? Nee, maar die had vannacht al ontzettende last van de jicht. Daar was ze toch al lang vanaf? Ze schreeuwde het uit. Ik werd er wakker van. Ze schreeuwde? Om hulp? Hun eigen moeder, zei je toch? Is ze wat? Oh. Wat kom jij nou doen? Goedemorgen, ma. Alles goed met je? Ik dacht het wel. Jullie zullen dit niet geloven.